Kwaliata. Aardige bal van de linksback. Fadiga kan het proberen en dat doet hij met overtuiging, Fadiga. Drommel moest er even strekken. Inzet van de rechtsback. Gaat naast. Ja, er wordt, als je kijkt naar de terugval bij FC Twente in aanvallend opzicht, ook gewezen. En ook wel voor een deel terecht naar het wegvallen van Tjerny, die zo belangrijk was in de eerste seizoen zelf. Zware knieblessure. Ilić. Danilo. Een goede aanname. De ruimte ligt aan de linkerkant bij Van Leeuwen. Van Leeuwen zou het kunnen proberen. Waarom niet Van Leeuwen? Eerste doelpoging van Twente. Heel ingewikkeld was het niet voor Blaswieg om dat onschadelijk te maken. Maar eindelijk een schot tussen de palen. Oosterwolde loopt eigenlijk vrij gemakkelijk langs de vloed over de as van het veld. Markelo. Bal een keer voor de goal slingeren, Markelo. Niet zo'n slecht idee. Net een fractie te scherp voor Danilo. Maar nog opgepakt door Van Leeuwen. Dat is een goede bal. Danilo hard voor langs. Ja, hier zit tenminste tempo en dreiging. En vooral verrassing in deze Twentse aanval. Het begint dadelijk met dat balletje, dat lepenballetje van Leeuwen. Deze binnendoor. Twee man uit positie. Kaliata. Dat is gedurfd. Dat is je te gedurfd. Van Leeuwen, schouderduw, dus mag hij door. Siruki staat behoorlijk vrij, gezien. Van Leeuwen, Siruki en geen goal. En daarna de vlag omhoog voor buitenspel. Zo dringt Twente ineens aan in deze laatste 90 seconden. Om aanvoering van Leeuwen. Ilić met de kopbal en de paal, rebound en nee, geen goal. Prupper houdt hem van de doellijn af. Twee, drie momenten achter elkaar van Twente waar dit toch echt de meest gevaarlijke van is. Gestuurde kopbal van Ilić. En Prupper staat al nog op de goede plek. De rebound van Danilo onschadelijk te maken. Spel verlegd naar Burgzorg. Kwaliata komt buitenom. Is in ieder geval afleiding Kwaliata, de Italiaan. Hier is Burgzorg weer. Schoofs. Kwaliata staat te wachten. Er zijn nog weinig bruikbare ballen geweest voor Bakis. Niet heel veel balcontacten. Wel eentje nu uit stand geschoten door Ruijvloed. Smal. Van Leeuwen met Fadiga, die fysiek wat sterker is. En daarna geraakt wordt door Smal. Hij schreeuwt het uit van de pijn nu. Smal de boosdoener. Ja, het argument van Smal is hoorbaar. Ik raak eerst de bal. Zo ziet Lindhout het in ieder geval niet. Die geeft de gele kaart. Nou, als hij al eerst de bal raakt, is het heel, heel minimaal. En het inkomen is gewoon gevaarlijk. Van Leeuwen met Prupper. Schoofs. Coutucho. En hier zit wat in voor Heracles, want het is 4 tegen 3 als ze tempo maken. Maar dat is nou precies wat Azaoui niet doet. En dan kan Twente zich herstellen en zou aan de andere kant zich eenzelfde soort situatie voor kunnen doen. Maar Heracles houdt meer mensen achter de bal. En heeft in Schoofs bovendien een speler die weet wanneer er een overtreding gemaakt moet worden. De boel een beetje op te houden. Ilić. Poeier van afstand wellicht. Nee, een rolletje. Maar het is in ieder geval iets. Het is een doelpoging. En die zijn schaars vanmiddag. Oosterwolde ruimt op. In één keer doorgespeeld door Fadiga, Coutucho, Vloed. De as, Vloed. Juist moment ingespeeld. Azaoui. Corner Heracles.
Minuut 70, de corner van Vloed op het hoofd van Eboué. Vloed met Van Leeuwen voor zich. Kopbal, vrije kopbal. En wat een kopbal is dat, zeg, van Kroester. Prachtige goal. In een behoorlijk lelijke wedstrijd eigenlijk is dit een formidabele kopstoot. En mag hij weer een assist bijschrijven, Ruijvloed. Dus zijn zevende van dit seizoen. Kroester maakt zijn tweede en zet Heracles, dat eigenlijk nog nauwelijks op de helft van FC Twente te vinden is geweest, op 1-0. Natuurlijk gaat het om prestige in de derby, maar voor Twente gaat het inmiddels om veel meer. Na die moeizame reeks, meer dan moeizame reeks van de laatste maanden. Ook voorkomen dat... Oh, auw! Dit is gevaarlijk spel van Bos. Die zijn tegenstander misschien nooit heeft zien aankomen. Maar wel vol raakt. Geel voor Bos. Kaliata het slachtoffer. Kasper Staring, Narsing en Menig. Dat zijn de wissels. Brama eraf. Ilić is er ook af. En Van Leeuwen. Voor hem zit de wedstrijd er ook op. Dit is Staring. Zij die gepasseerd waren op de flanken, Menig en Narsing, moeten het dus zien om te draaien bij die 1-0 achterstand. Vrij trap van Vloed. Maar Zerouki weet dat die bal rustig kan laten lopen. Niemand in de buurt verder. Quincy Menig. Smal. Zerouki. Menig, goed meegenomen door Menig. De versnelling langs Kaliata. Penalty. Te laat, Kaliata. Strafschop FC Twente. Eerste actie van Quincy Menig. Levert gelijk een penalty op. Prachtig balletje van Zerouki. Legt hem zo in de loop bij Menig, die hem schitterend meeneemt. Even inhouden, lichaamsschijnbeweging. De demarrage. Kaliata raakt hem dan licht. Maar licht is ook voldoende om Menig op snelheid uit balans te brengen. En zo gaat de bal op de stip. We zijn nog iets aan het checken in Zeist. De vraag is of die bal daar stil ligt bij de doeltrap. Dat zal toch niet zijn dat ze daar... Ja, hij is in beweging, de bal. Het moet niet heel veel gekker worden als we met niemand in de buurt. Met zo'n spelervatting. Als we daar al de loep op gaan liggen. Dan is er echt sprake van doorgeschoten regelzucht. Het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven dit. Dit is aan voetballiefhebbers, mensen die genieten van het spel, gewoon niet uit te leggen. Belachelijk. Echt een belachelijke beslissing. Zerouki. Danilo. Danilo! O ja! Schitterende goal van Danilo in de bovenhoek. 1-1. Twente wil meer. En wat haalt hij daar verwoestend uit? De Braziliaan die aan dacht te kunnen leggen vanaf 11 meter. Doet het dan vanaf 16. Fraaie goal. Zerouki, dat is een hele ingewikkelde bal met de buitenkant. Die valt nog voor de voeten van Markelo. Dan verdedigt Heracles met de nodige moeite. Dan gaan de benen daar nog omhoog na die sliding van Schoofs. En dat wordt bestraft door Lindhout. Tot ongeloof van alle Heraklieden krijgt Twente op een interessante positie nog een vrije schop te nemen. Danilo. Op de vuisten van Blaswieg. Minuut 89. Knoester. Heracles wil geen risico meer nemen. Die hebben die marge van 5 punten ten opzichte van de streekgenoot. Bal gespeeld door Oosterwolde.
Lindau ziet het anders. Eerst de bal, daarna pas de voet van Azzaoui. Vrij schop van Rijvloed. En Drommel moet zich helemaal strekken. Veel vaart getrapt door Rijvloed. Die bal daalt nog. De redding van Drommel is prima. En daar het eindsignaal van Lindhout. Veel momenten uit de tweede helft uiteindelijk die het absoluut waard zijn om nog over na te kaarten. Feit is wel dat deze wedstrijd qua spelniveau niet in de memorie zal blijven hangen.